Hier is Mechelen al opnieuw. Onuachu, overname prima van Tresor. De lopende mensen, er is steun op links en op rechts. De pas is voortreffelijk voor Oya. En de goal al onmiddellijk. We spelen 4 minuten. Mooi. En het was Racing Genk nu op de counter. Ja, ah, heel mooi uitgespeeld, hè. Onuachu doet het heel goed. Geeft de bal mee aan Tresor en die speelt eigenlijk op het perfecte moment Oya aan. Weer een goede start van Genk. Zoals de voorbije weken. Eerste en alleen maar helft, goed voor de wedstrijd. Ja, eerste helft prima. Tweede helft, ja. En maar zwerven met die bal. Ai, ai. Het heel slecht. Ging even uit bij Storm. Die is te ver voor Onuachu. Ai, 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 ai. Tackle. Maar had hij ook de bal? Ik denk het wel. Intussen bij Genk overleg. Ja. Stork die zijn manschappen wil toespreken. Geel. Het wordt een gele kaart. Nee, het wordt een rode kaart. Ja, ja, het wordt een rode kaart. Ik dacht, hij grijpt niet naar zijn achterzak. Rode kaart, ja, de achterzak. We beginnen de tweede helft meteen met de corner. En die is goed getrapt, want die gaat erin. Onvoorstelbaar, de gelijkmaker. In de eerste minuut nog maar van de tweede helft. 1 tegen 1. Steven de Voet, die gaat even komen spieken. Nog eens kijken naar de goal, Jelle. Heel verrassend, heel verrassend. Die het zicht van de doelman had willen belemmeren. Voor de vrije trap van Tresor. Niet over het muurtje, Ito. En nu dan, het is gebeurd. De voorsprong opnieuw voor Racing Genk. Ja, het was echt wachten, wachten, wachten tot die goal zou vallen. Ito. Kijk eens aan. Oei. Ito. En hier dan de goal. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Een binnentikkertje voor Bongonda. Einde. Preciado. Ja. En nu dan. In zijn 100ste wedstrijd. Voorzet. Fantastische voorzet. Voor Racing Genk. Het kon haast niet anders dat hij zou scoren. Ja. En blij is hij zeker Onuachu. Een binnentikker. Noemen ze dat. Fantastische voorzet van Ito.